In navolging op de Tour, de Ronde van Stiphout, de Acht van Kaam en ga zo maar door, vond afgelopen weekend het WK wielrennen plaats voor vrije renners. Hier ziet u bijvoorbeeld een groep 50-plussers van start gaan. Ja, een bepaalde leeftijd mogen de renners dan wel hebben bereikt. De spieren, ja, die zitten er echt nog wel hoor. Geeft u op? Ja, ik heb van de week een kou gehad aan mijn schouder. En dus het stuurt wat moeilijk. En dat is te gevaarlijk in de koers. Ja, één rondje en toen was het eigenlijk gedaan. Ja, even proberen. Hè, want rennen zijn net gek. Eerst kijken of de fiets heel is en dan gaan. En later pas jezelf. Ja, stiekem een beetje eigenwijs. Ja, alle rennen zijn eigenwijs. Want die willen ook allemaal winnen. Dus, Achtmaal was afgelopen weekend het toneel voor een paar duizend wielenliefhebbers. Maar die dag werd er ook aandacht besteed aan de stichting Doe een Wens. Wat dus ook bijzonder is, dat is dat die renners allemaal geld ingezameld hebben voor de stichting Doe een Wens. En wij bestaan dit jaar 70 jaar en daar hebben ze ons voor gevraagd en daar willen wij heel graag om meewerken. Deze middag worden er deze emblemen, dus Wuttons genaamd, van die stichting. Dat is de foto van het meisje Leen van der Lindeloof. Helaas op 14-jarige leeftijd overleden afgelopen april. En daar is het idee van de familie, de vader en de moeder. Omdat zij onvergetelijke dagen heeft meegemaakt. 6 weken voor haar overlijden. Om dat dus door te zetten nadien. Een geslaagde dag dus met internationale allure. En de volgende wielerronde? Ja, die is in Peking.